Goedemiddag, het is 16:45 bijna en we hebben de boodschap weer gedaan. Ik ben een beetje verkouden. We beginnen bij de groenten. Grij, bloemkool, boerenkool. Kan ik ook eten als het 30 graden is. Spruiten, broccoli, sperziebonen en Italiaanse roerbakgroenten. Dan hebben we hier Hypro iets. Met bessen, vanille, aardbeien en twee soorten drankjes. Dat wilde ik best wel proberen. Het tomaten, komkommers, een avocado, maïs, paprika's, rode uien, witte uien. Hier heb ik twee stukken kaas. En er is iets misgegaan met bestellen. Witlof, creamcrackers. Dan heb ik hier nasi groenten, macaroni groenten, roerbakmix en kroepoek. Die mies stond er al. Twee dozen eieren, twee keer aardappels. Hier heb ik carbonara saus en dit is ricotta saus. Ja, ricotta saus. Dan heb ik hier drie grote pasta sausen, verschillende. En deze, die vindt best wel lekker, die is best zoet. Dan hebben we hier augurk. En ik heb een heleboel pasta's. We hebben tagliatelle, we hebben, hoe heet dit? Rigatoni. Dikke macaroni's, die noem ik altijd. Die spiraaltjes. Tortellini's. En pennen. En spaghetti. Ik heb weer de magnetron aan. Mayonaise en ketchup. Twee keer deze boter. En we hebben aardbeienjam. En ze had dit. Was ik heel benieuwd naar. Hazelnootpasta van de Bon Maman. Ik ben benieuwd. Vier keer geraspte kaas. Dan hebben we hier wat sausjes voor bij groenten. Sandwichpret. Dit heb ik niet besteld, maar zat erbij. Dus, nou. Oké, dankjewel, Jumbo. Twee keer roomkaas, bietenwraps, brie. Hier hebben we allemaal belegen kaas. Dat zijn er een aantal. We hebben hier oud Amsterdam. En extra oude Beemster kaas. En dan hier nog twee stukjes Old Amsterdam en komijnenkaas. Boter had ik al gezegd. Dan hebben we hier wat sausmixen. Voor stroganoff, goulash, kruidensaus, kip Hawaii. Ik heb nasi kruiden, boerenomelet. En hier ook nog wat zakjes met kruiden en mixen. We hebben 6 pakjes gehakt. Slavinken. Speklapjes. Boerengehaksnitzel. En een heleboel kip. En natuurlijk hadden we een heleboel drinken, maar dat staat al klaar. We lopen er even heen. Dat staat allemaal hier. Het is wat meer dan normaal. Volgens mij was het €360 in totaal. Oh ja, en ik heb nog 4 luchtverfrissers. En hier was nog shampoo van Wessel. Spaghettini zie ik daar nog achterin. Ben ik nu nog iets vergeten? Volgens mij niet. Het is iets meer dan normaal, omdat Wessel gewoon weer 7 dagen thuis woont. En ik weet niet of jullie weten hoeveel een 20-jarige eet. Hij is 20. Hij is afgelopen vrijdag 20 geworden. Yay! Maar goed, ik ga het opruimen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer weer. Doei!